allemaal en hartelijk welkom bij de eerste webinar over gedragsverandering. We zitten hier met een heel team, allemaal op verschillende plekken, maar in ieder geval de voorbereiding voor deze webinar, daar hebben aan meegewerkt Manon van Dijk, Jeannette Hartog, Jeannette Vos, Laurens Walhout, uiteraard Vicky Erasmus, die ook de presentatie op zich zal nemen. We hebben even een paar praktische zaken die we met jullie bespreken, zodat Vicky ongestoord haar presentatie kan geven. Als jullie een vraag hebben, onderin in het scherm, daar zit een chatfunctie. Als je een vraag hebt, dan kan je die gewoon intypen. Wij kijken ernaar, we verzamelen de vragen en we zullen die met name aan het eind, vooral aan het eind, bespreken, want daar is voldoende tijd voor. Mocht het toch zoveel vragen zijn dat we die niet allemaal in dit uur kunnen beantwoorden, dan krijgen jullie via de mail antwoord via een vraag en antwoord mail. Het is goed om te weten dat de webinar wordt opgenomen en dat die achteraf online beschikbaar komt. Ik heb begrepen van Laurens dat dat waarschijnlijk vrij snel kan zijn. Misschien vanmiddag, maar in ieder geval volgende week. En jullie krijgen ook een evaluatie toegestuurd per mail. Wij vinden het heel fijn om feedback te krijgen. We kunnen daar weer van leren. Zeker ook omdat er nog een tweede webinar komt op 8 oktober. Dus als jullie op die evaluatie willen reageren, dan is dat heel fijn voor ons. Ik geef het woord aan Vicky Erasmus. Vicky werkt bij maatschappelijke gezondheidszorg en is van huis uit psycholoog. En op dit moment ook wetenschappelijk docent daar. Wij zijn allemaal heel benieuwd hoe de webinar gaat verlopen en wat we allemaal te weten komen. Dus Vicky, aan jou het woord. Dankjewel Joke. En bedankt voor deze uitnodiging. Ik ga heel eventjes mijn scherm delen, dan kunnen jullie gelijk meekijken. Want ik wilde eigenlijk vooral vandaag even met jullie doorlopen. Eigenlijk... Waarom doen we nou wat we doen? Hè? Gedrag. Het is een zeker op het moment dat je dingen wil verbeteren in je organisatie, is het iets waar je heel erg tegenaan loopt. Mensen doen het de hele dag. En de belangrijkste vraag is ook, kunnen we daar ook nog iets anders in doen? Hoe wil ik dit aanpakken? Ik wil eerst eens eventjes beginnen bij de basis. Van, wat zijn nou eigenlijk de dingen die ons gedrag beïnvloeden? En het zijn er behoorlijk veel. Ik heb geprobeerd om het een beetje op hoofdlijnen samen te vatten. Dat betekent niet dat er niks anders is. Het betekent alleen dat op deze manier ik het conceptueel een beetje goed voor jullie neer kan zetten. En daarna maak ik de overstap naar hoe zou je deze kennis nou eigenlijk kunnen gebruiken op het moment dat je iets zou willen veranderen of ander gedrag zou willen teweeg brengen binnen je organisatie. Om te beginnen ga ik eventjes een stapje terug, zo'n 70 jaar, want in de Verenigde Staten was er rond 1950 een levensmiddelenfabrikant en die had een geniaal idee. Tot die tijd bestond namelijk de bakmix nog niet. Hè. De bakmix, daar worden een aantal ingrediënten voor je verzameld en dan kun je wat sneller een taart bakken. Heb je toch zelf een taart gebakken, maar je hoeft niet echt alle basisingrediënten te verzamelen. Dat was nieuw, dat was er daarvoor nog niet en ze hadden de formule zo gedaan dat je eigenlijk gewoon een poedermengsel had en daar moest je water aan toevoegen. En dan kon je je taart bakken. En ze waren heel teleurgesteld, want het product verkocht echt totaal niet. Niemand wilde het hebben en ze begrepen dat niet. Want ja, dat was toch best een goed idee. Toen zijn ze eens onderzoek gaan doen, want ze hebben natuurlijk veel tijd en energie ingestoken. Dus dan wil je toch wel weten, waarom werkt dat nou niet? Wat maakt nou dat zo'n bakmix niet uitnodigt tot een taart bakken? Waarom willen mensen dat niet? En het zat er dus in dat het gevoel wat mensen hadden bij een taart bakken, dat was dat je iets deed met liefde voor je gezin meestal, of voor de visite die je krijgt. Je moet er energie in steken. Het moet dus wel een beetje effort zijn. En van alleen maar water toevoegen aan een beetje poeder, had je dat gevoel niet. Ja, dan is een beetje de vraag, kunnen we dan helemaal geen bakmix verkopen? Of zit er ergens nog een middenweg? Is er iets wat je zou kunnen veranderen, waardoor mensen toch weer zelf het gevoel van een taart bakken krijgen? Bijzonder genoeg, ik vind het daarom zelf altijd een heel belangrijk voorbeeld. Ik probeer hem altijd in mijn hoofd te houden. Het verschil zit hem in het zelf breken van je ei. Als je zelf een ei breekt en je voegt dat toe aan die poeder die je hebt en je gaat daar met de mixer doorheen en het liefst voeg je ook zelf nog een beetje boter toe, dan heb je dus opeens het gevoel dat je zelf aan het bakken bent.
Dan kost dat blijkbaar opeens genoeg moeite en heb je toch wel het gevoel dat je echt zelf iets aan het presteren bent. Toen ze hun samenstelling zo veranderden, werd dat product opeens wel een succes. En vandaag de dag is het nog steeds zo dat je heel vaak aan een bakmix zelf iets moet toevoegen, wat ze misschien prima erin zouden kunnen stoppen, maar wat dan net iets meer het gevoel uitlokt van je bent nu zelf iets aan het bakken. Dat is dus gedrag. Nou, het is overal. We doen de hele dag eigenlijk niks anders. Ook nu tijdens deze webinar, hoe we erbij zitten, wat we daarnaast aan het doen zijn, of we nog appjes checken. Dat zit allemaal in ons gedrag. Stel, je komt ergens aan. Gaan we netjes in een rij staan? Of gaan we in een soort ronde bol gewoon naar binnen proberen te drukken? Dat gedrag wordt beïnvloed door allerlei factoren. Deels cultureel, maar deels ook wel door de omgeving. Dat zal ik zo laten zien. Voor de coronatijd zag een rij er dan zo uit. Tegenwoordig ziet het er zo uit. En waarom doen we dat? Nou, dat doen we omdat we een aantal dingen in ons hoofd weten en omdat we een aantal signalen krijgen. In dit geval, je staat hier voor de gamma, heb je een heel duidelijk doel. Je wilt daar naar binnen, bij die deuren, en die zijn alleen daar. Dus ja, je zal toch in de rij moeten staan. Verder zijn al deze mensen netjes opgevoed. Namelijk dat ze weten dat je niet zomaar voor moet dringen, dus je moet even wachten op je beurt. En hier zijn ze ook nog eens netjes opgevoed dat ze weten dat je niet allemaal op elkaar moet gaan staan, maar dat je afstand moet houden. Interessant genoeg kan een kleine aanpassing opeens wel je hele besef veranderen. En ik zal dat eventjes uitleggen. Stel nou dat de deuren bij de gamma in dit geval niet open zouden gaan waar ze normaal open gaan, maar ze opeens aan de zijkant open zouden gaan. Dus opeens is dat doel veranderd. Dan kan het zijn, ja, dan moet je je gedrag aanpassen dat je dat heel anders doet. En mijn volgende plaatje is een voorbeeld waar dat ook echt gebeurde. Een paar weken geleden hier in mijn eigen gemeente, waar we vooraf allemaal, we konden gratis een perenboom ophalen. Vooraf staat iedereen keurig zo in de rij te wachten. Alleen die perenbomen die werden ergens anders uitgedeeld dan we hadden verwacht. Dus opeens staat die vrachtwagen links aan de zijkant op dat parkeerterrein en niet bij de deuren waar je staat te wachten. En mensen weten niet meer goed wat ze moeten doen. Dus dan zie je opeens ook dat die regels van de mensen die als eerste waren, die stonden vooraan. Dat vervalt allemaal. Iedereen schuift gewoon als een soort grote mensenmassa rustig richting die vrachtwagen. Die anderhalve meter die doet er blijkbaar dan ook niet zo heel erg meer toe. Want die perenbomen die staan daar en daar moet je dus naartoe. Ja, waarom doen we dat nou? Dat is heel bijzonder. Dus de vraag is echt, wat maakt nou dat we in de ene situatie op een bepaalde manier reageren en in een andere situatie dat opeens heel anders kan zijn? Zoals ik zei, ik ga dat op hoofdlijnen uitproberen te leggen. En om te beginnen hebben we daar eigenlijk een soort twee routes in. We hebben wat we noemen de nadenkroute, dat is ook de langzame route. Evolutionair gezien is die nog relatief jong en dat is het deel van je brein wat je in staat stelt om rekensommen op te lossen, om nog eens te achterhalen welke medicatie je nu toe zou moeten dienen, dat je nog een bepaalde richtlijn voor een bepaald geval naar boven kan halen. Dat is allemaal de nadenkroute. Dat kost relatief gezien veel tijd en het kost ook moeite voor je brein, want die moet dingen naar boven halen. De andere route is, ja, ik noem dat maar even de niet-nadenken-route, de snelle. En dat is eigenlijk de route die wat ouder is in je brein. De oudste voorbeeld daarvan, dat is zeg maar het vlucht-vecht-reflex. Dus als je in een gevaarlijke situatie komt, dat je brein totaal niet aan het nadenken is, er is gewoon een reflex. Ga ik nu vechten, ga ik nu wegrennen? We hebben daar ook andere onderdelen van, bijvoorbeeld vaardigheden en gewoontes. Dat zijn eigenlijk ook dingen die je op een gegeven moment doet zonder dat je daar heel de tijd cognitief heel actief over na hoeft te denken. Dat gaat op een gegeven moment dus ook allemaal via die snelle route. We hebben ook allerlei afkortingen die we maken, heuristieken noemen we dat. Dat gaat ook via die snelle route. Dat zijn bijvoorbeeld ook dingen als bijvoorbeeld dat je het idee, je zou je netjes moeten gedragen of je moet niet voorpiepen. Dat zijn ook een soort heuristieken. Als we in een rij komen, gaan we echt niet al die dingen heel actief af van hoe zou ik me nu moeten gedragen. Bepaalde dingen komen gewoon vanzelf naar boven via zo'n snelle route en dat doe je. En daarnaast hebben we nog de omgeving. Nou, de omgeving is een beetje een bijzondere, want die kan ons en via die snelle route kan die ons prikkelen. Maar de omgeving kan je ook aanzetten tot nadenken. Dus hij doet een beetje bij allebei mee. Maar de omgeving kan heel sterk je gedrag beïnvloeden en ook wel op zo'n manier dat je er niet per se van bewust bent.
Ik ga eerst eventjes over die nadenkroute. Er zijn eigenlijk een paar bronnen van invloed. De eerste zijn onze eigen ideeën, dus hoe we over dingen denken. Of we vinden dat iets belangrijk is, of we denken dat het zin heeft om er iets aan te doen. Dus hoe wij ergens over denken. En daarnaast hebben we nog de mensen om ons heen. Die zijn ontzettend belangrijk, want die mensen doen dingen, dat zien we. Die mensen denken dingen. Dat zien wij ook, of wij hebben ideeën over wat ze denken. En zij beïnvloeden dus ook het gedrag wat wij zelf hebben. Daarnaast hebben we dus ook nog via die nadenkroute de omgeving, die ons bijvoorbeeld prikkels kan geven om ergens over na te denken. Eigenlijk de basistheorie, dus er zijn heel erg veel gedragstheorieën. Je hebt ze ongetwijfeld voorbij zien komen. En sommige zijn wat ingewikkelder, sommige zijn wat eenvoudiger. Omdat gedrag zo complex is, proberen al deze theorieën eigenlijk een beetje in concepten, in hokjes te vangen wat dingen zijn die nou mogelijk een rol spelen. Vrijwel nooit is er een model die het gehele gedrag volledig kan voorspellen. Want daar zitten eigenlijk altijd nog wel andere factoren tussen die we dan nog niet hebben weten te vangen. Maar de basismodellen, ik laat er twee van zien vandaag, die gaan eigenlijk uit van een paar zaken. Het eerste is dus dat je gedrag hebt. Dat is hetgene wat je probeert te voorspellen of verklaren. Waarom gebeurt iets? Dit model, dit noemen ze de ASE-model. Die is de Theory of Planned Behavior. En hij heet ASE. Dat staat voor attitude, sociale norm. En de E staat voor eigen effectiviteit. Maar gedragscontrole is een iets makkelijkere term. Dat deze drie dingen, die zouden bepalen of wij van plan zijn om iets te doen. En als we van plan zijn om iets te doen, kan dat ervoor zorgen dat we het gaan doen. Dus dit is heel erg een model dat ervan uitgaat dat we die dingen doen waarvan wij ze graag zouden willen. Attitudes, hè, dat zijn hoe we over dingen denken. Dus vind ik bijvoorbeeld gezonde voeding belangrijk? Heb ik het idee dat het veel uitmaakt als ik gezondere keuzes maak? Heb ik het idee dat als ik mijn handen desinfecteer, dat iets uitmaakt voor de patiënt? Dat zijn allemaal attitudes. Sociale normen, dat zijn dus die mensen om ons heen. Dat zit hem in wat zij doen. Maar wel, het is wel goed om te benoemen, dit alles is eigenlijk vanuit mijn perspectief. Dus als het gaat om de sociale norm, dan gaat het om wat ik zie dat andere mensen doen en wat ik denk dat zij denken. En nog ingewikkelder, wat ik denk dat zij denken over mij. Dus je snapt dat dat best complex is. Dus die mensen om je heen, wat die aan het doen zijn. En dan hebben we nog de gedragscontrole. En dat is of je het gevoel hebt dat je in staat zou kunnen zijn om datgene te doen wat je graag zou willen. En dat werkt een beetje als volgt. Stel nou dat je bijvoorbeeld ontzettend positief bent over fietsen naar je werk. Je ziet daar enorme gezondheidsvoordelen in. Je denkt, dit is echt de manier dat ik eigenlijk vrij eenvoudig meer lichaamsbeweging zou kunnen krijgen. Dat is goed voor mijn gezondheid. Risico op hart-vaatziekten neemt af. Dit moet ik echt gaan doen. De mensen om je heen, die ondersteunen dit volledig. Die vinden dit ontzettend goed. Je partner, die gaat met je naar de fietswinkel, zoekt een nieuwe fiets uit. Die gaat je hier helemaal in steunen. Misschien heb je zelfs een collega, die wil wel met je mee fietsen. Maar je hebt zelf niet het gevoel dat je dit voor elkaar zou kunnen krijgen. Misschien is het wel omdat je door een wijk moet fietsen, wat je een beetje spannend vindt. Misschien is het best een tijd geleden dat je hebt gefietst. Of misschien is het gewoon heel druk op straat. Er zijn heel veel scooters waar je langskomt. En je hebt gewoon niet het gevoel dat je dit echt voor elkaar zou kunnen krijgen. Of heel simpel, ik in mijn eigen voor mezelf sprekend, ik vind het bijvoorbeeld verschrikkelijk om door de regen te fietsen. Dus ik weet van mezelf, ik ga dit waarschijnlijk niet voor elkaar krijgen om elke dag op de fiets naar mijn werk te gaan. Want het moment dat het buiten regent, dan heb ik eigenlijk niet meer het gevoel, dit ga ik voor elkaar krijgen. Zelfs als je attitudes en je sociale normen dan positief zijn, kan door die gedragscontrole toch nog het gevoel zijn, dit ga ik niet voor elkaar krijgen. En dat leidt dus ook dat je intentie kleiner wordt. Verder zie je dus dat die gedragscontrole, die kan ook nog rechtstreeks er naar je gedrag invloed hebben. Dus dat ook al is je intentie positief, het er toch toe kan leiden dat je het vervolgens niet doet. Er zijn er meer dingen die van invloed zijn. En dit is een basismodel. En meestal voeg je daar zelf dan nog dingen aan toe. En dus die anderen, die zijn ontzettend belangrijk. En zeker op het moment dat wij ons identificeren met die mensen. Dus mensen die voor ons belangrijk zijn.
Dat zijn de mensen waar wij echt aan afspiegelen hoe zij dingen aanpakken, hoe zij over ons denken, zeker als we daar feedback over krijgen. Dat is ontzettend belangrijk. Ze kunnen ons heel erg ondersteunen in het gedrag, maar ze kunnen ons dus ook belemmeren. Die ideeën die ons gedrag beïnvloeden, hè, dat kan bijvoorbeeld zijn of je iets belangrijk vindt, maar ook of je het prettig vindt. En het is goed om even bij dit onderscheid tussen te staan, want we weten uit veel onderzoek dat of jij iets prettig vindt, dus of het op je affect, hè, dus hoe het voelt, dat dat een veel belangrijkere voorspeller is voor of je iets gaat doen, dan of je het belangrijk vindt. Dus we weten allemaal dat we bepaalde dingen zouden moeten doen. En we weten dat het heel belangrijk is. En we vinden het ook allemaal heel belangrijk. Maar de mensen die het ook fijn vinden om te gaan hardlopen aan het einde van de dag, zijn de mensen die eerder gaan hardlopen dan de mensen die zeggen, het is ontzettend belangrijk dat ik 3 keer in de week ga hardlopen. Als je het fijn vindt, ga je het eerder doen. Dus op het moment dat je graag wil dat mensen bijvoorbeeld in beweging komen om bepaalde dingen te doen, kan het beter zijn om te zoeken naar een verbinding op het niveau van de affect dan alleen op het inzetten van dit is heel goed voor je of heel belangrijk. Wat ook echt meespeelt voor ons is of we denken dat het zin heeft om iets te gaan doen. Gaat het helpen? Ja, dus als je kunt iets ontzettend belangrijk vinden, maar als je het gevoel hebt van ja weet je, maar dit is toch dweilen met de kraan open, dan is de kans dat je het gaat doen toch wel heel klein. Dus dat is ook echt een belangrijk onderdeel voor ons. Is dit belangrijk? Heeft het ook echt zin? Daarnaast hebben we ook nog eens ideeën over de risico's die we lopen. Of die er zijn van bepaald gedrag. En dat wordt heel mooi samengevat in het tweede model wat ik met jullie wil delen. Dat heet de Health Belief Model. En wat je hier eigenlijk ziet, is dat, dat het gedrag hier wordt voorspeld aan de hand van risicoperceptie. Een risicoperceptie is eigenlijk een samenvatting van de kans dat iets gebeurt en hoe ernstig het is dat het gebeurt. Die risicoperceptie is een afweging, daar maak je een afweging mee met een soort kostenbatenanalyse. Nou, hoe erg is het dat ik dit moet gaan doen? En dus wat zijn de nadelen voor mij? Gaat het me tijd kosten? Gaat het me geld kosten? Vind ik het irritant om te doen? Maar ook de voordelen. Wat gaat het mij opleveren of wat gaat het anderen die voor mij belangrijk zijn opleveren? Waarom is het belangrijk dat ik dit doe? Het afwegen dus van de risico's met de voordelen en de nadelen, dat leidt eigenlijk ertoe dat we, nou ja, als we bijvoorbeeld als we die risicoperceptie bekijken, als de kans dat, dat iets negatiefs gebeurt, stel bijvoorbeeld dat je het hier doet voor het wel of niet opdoen van een helm bij je kind. Nou, dus kinderen die fietsen. Kinderen die steppen. En de meeste ongevallen met kinderen zijn eigenlijk eenzijdige aanrijdingen. Dus het kind fietst ergens tegenaan of die valt of nou ja, dat soort dingen. En dan wil je bijvoorbeeld traumatisch hersenletsel voorkomen. Nou, dan ga je een afweging maken voor jezelf van nou, hoe groot is de kans dat het gebeurt? Die kan misschien heel klein zijn, maar de gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Dat geeft een bepaalde risicoperceptie. Het kan ook zijn dat de kans heel groot is dat het fout gaat, maar dat de gevolgen echt zo ontzettend klein zijn dat je denkt van ja, daar hoef ik eigenlijk niet zo heel erg veel aan te doen. Dat weeg je af tegenover dus de voordelen en de ervaren nadelen. Dit gaat dan voorspellen of je iets gaat doen. Maar er is nog een andere groep en dat zijn de actiesignalen. Uit onze omgeving krijgen we namelijk continu eigenlijk signalen om bepaalde dingen te doen. En die signalen, die kunnen best wel eens die hele afweging die je hebt gemaakt, overrulen. En hier maak ik ook eventjes de overstap naar eigenlijk die zaken waar we wat minder over na hoeven te denken. Het eerste voorbeeld wat ik daar even van wil geven, zit in dit kleine, het is een heel kort filmpje. En het is een campagne in de Verenigde Staten, in New York State. En het was gelanceerd op het moment dat ze daar een enorme uitbraak hadden van het aantal coronagevallen. Een enorme piek. Ik laat even het filmpje zien en zal ik zo even uitleggen nou ja, waarom... I may never have met you. We don't go way back. Maybe we wouldn't even be friends if we did. But when you wear a mask, you have my respect, because your mask doesn't protect you, it protects me. I wear my mask to protect you. Be New York tough. Mask up, America.
Dus in dit filmpje, wat dus iets is, stel je woont daar, dan is dit iets wat je regelmatig tegen gaat komen. Hier is het in een verhaaltje en een commercial, maar dat werd ook gewoon met posters gedaan. Word je eigenlijk, beroepen ze op een aantal eigenlijk basisconcepten. En vooral positieve idealen die we hebben. Nou, ten eerste, het wordt ingesproken door Morgan Freeman. Dat wordt gezien als een positieve rolmodel. Dat is iemand met heel veel ervaring en heel veel respect. Hij heeft zich op allerlei manieren ingezet. Veelvuldig contact met Nelson Mandela gehad en ook samen daarin opgetrokken. Dus het wordt daar gezien als iemand van wie je iets wil aannemen. En in deze campagne hebben ze dus, ik ga heel even terug naar dat model, hebben ze dus het gedrag, het gewenste gedrag is in dit geval heel eenvoudig. Je moet een masker dragen. Niet de mitsen en de maren en wanneer en dat soort dingen. Nee, draag een mond-neusmasker. Dus een eenvoudig signaal om te geven. Het signaal wat ze afgeven, dus je moet dat mond-neusmasker dragen. En waarom moet je dat doen? Je moet dat doen omdat, zo noemen ze dat hier, je dan respect krijgt. Het is een manier om respect te tonen voor anderen. En het is dus een manier om te laten zien dat je een goed mens bent. En dat zijn dus eigenlijk een aantal van die ingebakken positieve idealen die we eigenlijk tijdens onze opvoeding al meekrijgen. Dat zijn hele sterke, hele basale normen waar je in opgroeit. Dat je respect moet hebben voor elkaar, dat je dingen voor elkaar moet willen doen, hè, voor elkaar zorgen. En dat je dus een goed mens moet zijn. Nou, en hier wordt dat gedrag, het dragen van die masker, heel sterk gekoppeld aan deze idealen. En dat maakt het dus dat het een hele sterke signaal kan zijn dat mensen dit gaan doen. Dit is eventjes voor de overstap naar het niet-nadenken-route. En want er zijn dus behoorlijk wat dingen die ons gedrag beïnvloeden, waar we helemaal niet zo afwegingen aan het maken zijn tussen de risico's en de voordelen en of ik het leuk vind en belangrijk. Maar we doen het toch. Maar hoe werkt dat dan? Het eerste voorbeeld in dit plaatje is dat de donutmachine, die is hier dan wat verder weggezet in de winkel. En fruit is heel dichtbij gezet. En het idee is heel kort door de bocht, dat omdat het fruit veel dichterbij is, en we kiezen dan de weg van de minste weerstand en we zijn liever lui dan moe, dan pakken we liever een appel en dan gaan we niet helemaal achter in de winkel lopen naar die donuts. Tot op zekere hoogte werkt het niet helemaal zo kort door de bocht, maar dit is dus eigenlijk een manier dat je door middel van de omgeving het gewenste gedrag stimuleert. We weten wel uit onderzoek dat als bijvoorbeeld chocoladerepen en dat soort ongezonde snacks, als die op een heel moeilijk te bereiken plek in de supermarkt neergezet zouden worden, dan zijn mensen ook minder geneigd om dat te kopen. Zeker omdat dat soort dingen soms best wel eens een impulsaankoop zijn. En juist op het moment dat iets een impuls is, heb je daar dus niet heel rationeel over nagedacht. Dus het werkt tot op zekere hoogte wel zo. Want wat doet die omgeving? Ja, het faciliteert. Dus als iets in de buurt is bijvoorbeeld, dan is het makkelijker voor ons om om bepaald gedrag te doen. We hoeven er niet, zeker als je weer even denkt aan die voordelen en nadelen. Nou, je hebt niet een nadeel dat je bijvoorbeeld heel erg om moet lopen of je moet heel ver ergens voor reizen. Het is gewoon in de buurt. Een omgeving die kan je een duwtje geven en dat noemen we nudging. Dat heb je vast wel eens gehoord. En het zit om, ik noem dat dan een duwtje geven, omdat dat ook een beetje goed weergeeft wat dat nudging is. Het is dus dat je eigenlijk een zetje geeft tot gedrag, zonder dat iemand dat per se in de gaten heeft. En dat duwtje, dat doe je natuurlijk van achteren. Dus je ziet het niet helemaal aankomen en toch wordt je gedrag een bepaalde richting opgeduwd. Een aantal jaar geleden, inmiddels zeker wel 5, misschien wel 8 jaar geleden, zag je in behoorlijk wat grote steden, was er een campagne met, dat heette toen 10.000 ogen. En dat was gericht op het voorkomen van criminaliteit. Want hoe die nudge dus werkte, is dat je, als je het gevoel hebt dat je wordt bekeken, en dat doen dus die ogen, en dus die roepen die prikkel op, van ik word nu bekeken, want ik zie dus ogen. Je gaat er helemaal niet over nadenken, maar dat is gewoon een prikkel in je brein. En dan heb je dus het gevoel dat je wordt bekeken. En als we ons bekeken voelen, dan gedragen we ons meer naar de normen die er zijn, dan als we het gevoel hebben dat niemand ziet wat we aan het doen zijn. Dat is dus een vorm van nudging. De omgeving kan je ook in de weg zitten. Daar ga ik zo een voorbeeld van laten zien. Maar dit alles geeft wel aan. Jullie hebben vast ook wel eens voorbeelden gezien. Dat er bijvoorbeeld dat een poging wordt gedaan om een trappenhuis aantrekkelijker te maken. Zodat mensen vaker de trap gaan nemen in plaats van altijd met de lift. Of,
Of dat er bijvoorbeeld traptredes, dat daar leuke stickers op komen. De pianotrappen op Rotterdam Centraal is daar ook een mooi voorbeeld van. Maak die trappen wat interessanter en gaan mensen dat eerder gebruiken. Het nadeel van deze tactieken is wel dat ze kort werken. Dus nudging is ontzettend effectief voor een korte tijd. En dan zijn we daar weer aan gewend. En dan heb je eigenlijk weer een andere nudge nodig. Want om echt gewoonte te beïnvloeden, en dan is ook zoiets meer over gewoonte vertellen, daar heb je gewoon wat meer tijd voor nodig. Nou, de omgeving die geeft ons ook informatie over wat er van je verwacht wordt. Als je in een bibliotheek komt, dan weet je dat je daar zachtjes moet praten. Nou, terwijl in heel veel bibliotheken zit niet per se iemand te studeren of zo. En toch, als je daar binnenkomt, dan ga je zachtjes praten. Want dat hoort in een bibliotheek. Hetzelfde is als je bijvoorbeeld een kerkgebouw binnenkomt. We hebben dit zelfs al als we bijvoorbeeld een plaatje zien van een bibliotheek of een plaatje van een kerk. Dat je weet daar bepaalde gedrag bij hoort en dat je zelfs in de setting waar je nu in zit, daar je daar eerder naar gedraagt. Dit zijn dus hele diep gewortelde regels. Dat komt dus allemaal uit die omgeving. Nou, dit is een voorbeeld van de omgeving die je in de weg zit. Een heel goed plan. Dus dit is een oprit van een bedrijf. En dat bedrijf wilde graag wat meer grip hebben op wie er allemaal binnenkomen. Medewerkers die hadden een pasje, zoals dat vaker zo is. Die konden dus zo met hun pasje scannen en dan naar binnen rijden. Maar bezoekers die moesten dan op een knopje drukken en dan moet je wachten tot je iemand aan de lijn krijgt. En die gaat jou dan toegang verlenen tot het bedrijventerrein. Op zich een heel goed idee, dat kan voor de veiligheid handig zijn. In deze tijd is het ook best handig om te weten wie er allemaal komen. En toch zie je dan hier dat dat blijkbaar letterlijk omzeild wordt. Nou, waarom werkt dat dan zo? Stel nou, je komt daar aan en je drukt op dat knopje. En die beveiligingsmedewerker die zit er op dat moment net even niet. Want die is iemand anders ergens mee aan het helpen of die is een rondje aan het lopen om te kijken of alles nog goed gaat. En je zit daar op een gegeven moment 5 of misschien nog meer minuten te wachten. Ja, dan is er weinig wat jou eigenlijk let om daar maar gewoon omheen te rijden. De eerste keer wacht je dus eerst nog even braaf. De volgende keer denk je, ja wacht eens even, weet je wat, ik rijd er wel omheen. Zeker als er geen consequenties zijn van dat gedrag. Op een gegeven moment zit dit eigenlijk gewoon het gedrag. Wat je wil, zit het gewoon volledig in de weg. Want het is in ieder geval nog veiliger als mensen dan maar over de weg gaan rijden. Omdat ze heel de tijd daar in de berm gaan rijden. Je wordt hier ook niet tegengehouden door een hele steile berm of wat dan ook. Maar letterlijk wordt het dus omzeild. En dit zijn dus wel eigenlijk voorbeelden van het plan was wel goed, maar de uitwerking dus eigenlijk niet. En dat zie je dan terug in de implementatie. En dan zou je nog eens terug moeten gaan van ja, hoe zouden we dit, als we het plan hebben dat we willen weten wie er allemaal binnenkomen, daar controle op hebben, hoe moeten we dat wel goed implementeren, zodat dat vervolgens wel echt werkt. Want helaas is het ook nog eens zo dat dat gedrag wat we doen, dat is besmettelijk, ook naar anderen toe. Ook goed gedrag overigens, dat is heel bemoedigend, maar dus ook wat ik even slecht gedrag zal noemen. Want zo'n plaatje wat je hier ziet van iemand die eigenlijk zo'n slagboom omzeilt, wij snappen allemaal dat dat niet echt de bedoeling is. In deze studie, of dit zijn eigenlijk een aantal studies die door Groningers zijn gedaan, een groep in Groningen, hebben ze steegjes aangepakt en hebben ze gekeken. Stel nou, we weten allemaal dat het niet de bedoeling is dat je zomaar graffiti op een muur gaat spuiten. Dat weet iedereen. Dat is in ieder geval niet de bedoeling, want als dat wordt gezien, dan moet het op een gegeven moment worden schoongemaakt, dan moet het worden weggehaald. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben 2 steegjes genomen die verder identiek zijn. In 1 steegje was er een mooie zwarte muur, hebben ze mooi zwart geschilderd. En was er een bord dat je geen graffiti mocht plaatsen. Hier zo. Een steegje daarnaast hadden ze diezelfde mooie zwarte muur geverfd. Was ook een bordje dat je geen graffiti mag doen. Maar daar was lelijk graffiti opgekladderd. En ik zeg lelijk, want het was dus niet een heel mooi kunstwerk wat de gemeente natuurlijk wel eens uitbesteedt bij kunstenaars. Nee, dit was gewoon, nou ja, dat was een beetje gespoten. En toen waren ze heel benieuwd, wat doet dat nou eigenlijk met het gedrag van de mensen die daar dan komen? Nou, wat je dus ziet, is dat op het moment dat je met je fiets aankomt in een steegje wat er netjes uitziet zoals deze, dan parkeer je je fiets netter. Als er een papiertje aan je stuur wordt gehangen en je komt terug bij je fiets en je ziet dat, dan stop je dat papiertje in je zak of je laat hem hangen, maar je gaat hem in ieder geval niet op de grond vallen.
En op het moment dat je dus een steegje binnenkomt, waarin je dus eigenlijk ziet dat andere mensen zich niet aan de regels hebben gehouden, die er wel zijn, in dit geval dus dat er wel graffiti is gespoten, terwijl je weet dat dat niet mag, je ziet het ook nog eens aan dat bord, dan zien we dus eigenlijk dat er daar ja, regelovertredend gedrag is. En het bizarre is dus dat we zelf dus ook eerder geneigd zijn om, laten we zeggen, ons asocialer te gedragen. In het steegje waar de graffiti is, gaan mensen veel eerder het papiertje op de grond gooien. Ze gaan hun fiets niet netjes parkeren. En het is zelfs nog eens zo, er was een van de condities, hadden ze dan dat er af en toe iemand langsliep en die had een tasje met sinaasappels. En dat tasje brak dan en de vraag was, gingen omstanders diegene dan helpen of niet? In het steegje waar het er heel netjes uitziet, word je wel geholpen. In het steegje waar de graffiti op de muur is, word je gewoon veel minder vaak geholpen. Dus we zijn ons gewoon minder in een soort mindset van we moeten ons hier netjes gedragen. Lastig aan dit hele concept is dat je ook niet van tevoren echt kunt voorspellen welk gedrag mensen gaan overtreden. En dat maakt het dus bijvoorbeeld als het gaat om richtlijnen in organisaties, zoals het gaat om veiligheid bijvoorbeeld, maakt het dat wel heel erg tricky. Want op het moment dat je steeds ziet dat er bepaalde regels worden overtreden, ben je dus ook geneigd om zelf andere dingen na te laten. Maar welke, dat is dus lastig te voorspellen. Het fijne is dus wel dat als je dus zo'n omgeving ziet wat wel goed, wat er wel netjes uitziet, netjes is opgeruimd, dan ben je zelf dus ook geneigd om je netter te gedragen. En dit heet dat de Broken Windows Theory. Dus als je in een buurt komt waar je ziet dat er heel veel ramen kapot zijn, afval op straat, dan ga je dus ook asocialer gedragen. Andersom, en hele net, als die buurt dan wordt opgeruimd, gaan de mensen vanzelf zich ook netter gedragen. Dit heeft dus ook alles te maken met regels, protocollen en cultuur. Want de regels die we krijgen, of de richtlijnen, die zeggen wat we moeten doen. Dus dat is eigenlijk een soort kennis, dat zegt wat je nou zou moeten doen. Maar de protocollen, de werkprotocollen die we maken bijvoorbeeld, daarin schrijven we op hoe we dat eigenlijk zelf aan willen gaan pakken. Hoe willen we het gaan doen? Het is een soort vertaalslag. Maar er is nog een volgende vertaalslag en dat is namelijk dus de cultuur. Hoe we dat nou echt doen? En het belangrijkste vanuit gedrag gezien is dat je realiseert dat het een niet per se gelijk is aan het ander. Dus in de gedragswetenschappen noemen we dit het verschil tussen bij regels de kennis, protocollen is de intentie en cultuur is dan het gedrag, wat we echt doen. En daar zit wel eens een kloof in. Ik kan het ongelooflijk belangrijk vinden. Ik weet dat ik bijvoorbeeld minstens één keer in de week zou moeten sporten. Ik zou het heel graag willen doen. En de realiteit kan toch zijn dat ik het regelmatig niet doe. Dus daar kan een kloof tussen zitten. En op het moment dat je die kloof tegenkomt, is dat dus eigenlijk wel iets waar je naar moet zoeken. Van waar zit dan dat verschil er nou in? Wat maakt nou dat we niet eigenlijk de overstap kunnen maken tussen datgene wat we willen doen en wat we echt doen? Of tussen wat we moeten doen en hoe we dat vertalen naar wat we willen doen? Nou, in de categorie dingen waar we niet over nadenken, hebben we nog de heuristieken. Dat is ook een hele interessante groep. Want we hebben allerlei afkortingen in ons brein. We zien een bepaalde prikkel en dat roept allerlei associaties op. Heuristieken, afkortingen. Het voorbeeld wat ik wil geven, dit heet de health halo. Dus de gezondheids... eigenlijk dat gezondheid heel erg goed is. Dat is wat het betekent. Dus als je dit interessant vindt, ik kan echt de documentaire Super Size Me 2 aanraden. Het gaat helemaal over kip. Maar het leuke wat ze hier laat zien, en laten ze echt pijnlijk duidelijk zien. Er zijn een aantal dingen die wij associëren met gezondheid. En natuurlijk is er één van. Dus een natuurlijke kip vinden wij gezonder klinken dan een niet-natuurlijke kip. Een lokale kip, dus een kip wat is opgegroeid in de omgeving waar je woont, dat moet gezonder zijn dan een kip die 100 kilometer verderop is opgegroeid. En dan hebben we nog verschillende dingen als een duurzame kip, een biologische kip, et cetera. Het lastige van dit alles is dat hoe meer van die gezondheidsdingen eraan gekoppeld worden, van die concepten die wij gezond vinden, hoe minder remmingen wij erop zetten. Dus iets wat gezond is, daar hoef je niet echt te letten op hoeveel je daarvan eet. Gezonde dingen zijn goed voor je, toch? Dit maakt dus dat als ik tegen je zeg, zou je nu deze vette hamburger willen eten?
nou, je eerder geneigd bent om te zeggen, nee, dat moet ik niet doen, want dat is niet goed voor me. Of als je het doet, dat je dan ook eerder geneigd bent om te zeggen van, nou, ik eet maar een beetje van, of ik neem er geen frietjes bij, bijvoorbeeld. Maar als ik nu tegen je zeg, ik heb hier een broodje, die is gemaakt van lokaal opgegroeide rund. En dat broodje wordt geserveerd op een, of dat die hamburger wordt geserveerd op een handgemaakt broodje, 100% natuurlijk. Ik weet ook niet wat een onnatuurlijk broodje is, maar een 100% natuurlijk broodje. Verder wordt het belegd met biologische sla. Nou ja, de tomaten is ook nog eens heel duurzaam gekweekt. Dan klinkt dat opeens als een heel gezond broodje. Er zit nog steeds evenveel saus in en vet en al dat soort dingen. Maar dat is opeens een heel gezond broodje geworden. Dat heeft dus heel veel health halos met zich mee. En dan gaan we daar dus ook gewoon veel meer van eten. Want het is opeens gezond geworden. Dit zijn dus de heuristieken die helaas ook echt meespelen. Nou, waar zien we ze ook nog eens als het gaat bijvoorbeeld om hygiëne? Nou, antibacterieel of desinfectant. Hè? Dus ik heb een jaar in Australië gewoond en alle schoonmaakmiddelen voor in je huis, die zijn daar om te... Daar wordt niet gereinigd, daar wordt gedesinfecteerd. Alles is antibacterieel en het liefst staat er dan ook nog eens dat 99,9% van alle germs worden gedood. Zetten zo'n mooi kruisje op en dan hebben we ook nog eens een complete halo dat we denken van dit is echt het middel om ervoor te zorgen dat alles wat ik niet wil in mijn huis, want ik wil niet dat er ziekteverwekkers zijn, dat is ongezond, dat ik dus een gezond huis krijg doordat ik dat allemaal dood aan het maken ben. Dit zijn dus ook van die halo's. Nog een halo die je veel in de zorg natuurlijk ziet, is het idee dat werken met een handschoen per definitie schoner is dan werken zonder een handschoen. We weten allemaal de situaties waarin dat misschien helemaal niet het geval is. En je kan met een handschoen ook hartstikke vies werken. Maar hou een hand voor iemand met een handschoen of een hand zonder een handschoen. Dan wordt die hand met de handschoen, ja, tenzij daar allemaal bloed op zit, maar als dat niet zichtbaar heel vies is, dan wordt die hand met de handschoen, die wordt echt gezien als schoner. Dus dit zijn allemaal halo's en ik noem het eventjes omdat het echt belangrijk is op het moment dat je gedrag wil veranderen, dat je eens nadenkt van zijn er van deze halo's die meespelen in het gedrag waar ik mee bezig ben? Of kan ik ze gebruiken, want dat is het ook nog eens, om datgene gewenste gedrag voor elkaar te krijgen? Want we werken eigenlijk allemaal toe naar gewoonte. Ja, want ik noemde het al eventjes, nudging is iets wat voor korte tijd werkt en daarna vervalt het weer. En we kennen dat denk ik allemaal wel, het gevoel dat je bent een tijdje bezig en het gaat wel goed en daarna verval je toch weer terug in je oude gewoontes. Nou, wat zijn nou gewoontes? Dat zijn dingen die we altijd zo doen. Het zijn ook nog eens dingen die echt bij je horen en dat hangt dus ook samen met het voelt eigenlijk wel ongemakkelijk om het anders te doen. Dus het voelt ook gewoon fijner om datgene te doen wat je normaal doet. Dat betekent dus ook dat als je jezelf iets aanleert, wat misschien een voorbeeld, hè, stel je leert jezelf aan om elke dag als je thuiskomt 10 minuten te gaan hardlopen. Dat kost je elke dag tijd, elke dag is het wel wat gedoe en de ene keer zal het regenen en de andere keer zal dat niet zo zijn. Maar op een gegeven moment hoort dat echt bij jou. Het hoort bij jouw ritme, het hoort bij jouw dag en het voelt dan heel gek om dat niet te doen. Dan is het een gewoonte geworden. Het lastige van gewoontes is dat het tijd kost. Denk eens even aan autorijden. Hè, dus gewoontevaardigheden die worden op een gegeven moment ook een gewoonte. Als je leert autorijden, dan moet je overal heel hard over nadenken. Vervolgens ga je een soort als-dan regels gebruiken. En op een gegeven moment is autorijden een vaardigheid en dan hoef je er eigenlijk niet heel actief over na te denken. Maar dat kost ongeveer 2 jaar, want autorijden is een complex, het zijn hele complexe vaardigheden. Bij simpelere gewoontes kost het zeker een aantal maanden. Je hebt het minstens over 3 maanden voordat iets echt een gewoonte is. En als je nou denkt aan bijvoorbeeld het inzetten van iets als een nudge, dan moet je realiseren dat na een paar weken het echte effect van dat nudging eigenlijk wel afneemt. Dus het betekent dat je met 1 interventie, wat alleen zich eventjes richt op een kort effect, dat je daar nog niet een andere gewoonte mee gaat creëren. Dus daar moet je echt wel langere tijd voor uittrekken en steeds weer nieuwe stukjes interventies om daar dan te komen. Om die nieuwe gewoonte te vormen. Dus overigens, het is veel makkelijker om nieuwe gewoontes te vormen dan oude gewoontes te doorbreken. Dus de focus ligt dan meestal op het
hoe wil je het dan wel doen en niet van hoe leer je af dat je het anders deed. Het is wel zo dat dat nieuwe gedrag kan op een gegeven moment in plaats komen van dat ongewenste wat je niet meer wil. Nou, langzaam maar zeker komen we richting waarom is het nou zo ontzettend lastig om het gedrag te beïnvloeden. Gedrag van jezelf beïnvloeden is heel erg moeilijk en gedrag van anderen beïnvloeden is nog een heel stuk lastiger. En dat heeft met een paar dingen te maken. Een van de eerste dingen is dat we ontzettend optimistisch zijn over onszelf. We denken namelijk dat we het altijd beter doen dan anderen. Dit is gewoon een soort gegeven. Want ik hou me altijd aan de regels. Ik doe altijd datgene wat er van me gevraagd wordt. En we zijn eerder geneigd om uitzonderingen daarop, want natuurlijk doen we niet altijd alles, weg te schrijven aan bijzonderheden in de situatie. We vinden het ook heel lastig om risico's in te schatten, want wat betekent dat nou eigenlijk voor mij als er een 0,05% kans is dat er iets kan gebeuren? Heel erg lastig. En zoals ik dus zei, dus die negatieve uitkomsten, die gaan we dan koppelen aan eigenlijk externe factoren. Het was die dag even heel gek. Meestal doe ik altijd dit, maar nu kon het even niet. En goede uitkomsten, die koppelen we trouwens wel aan ons eigen gedrag. Dus dat bevestigt eigenlijk gewoon de hele tijd dat we heel erg goed bezig zijn. Dat is heel fijn, dat is heel prettig voor jezelf. Ook nog eens lastig is dat gewoontes, en heel veel van de dingen die we doen zonder na te denken, die overrulen eigenlijk de meeste van onze cognitieve overwegingen. Simpelweg omdat ze sneller zijn en soms ook gewoon omdat het veel sterkere prikkels zijn. En dan hebben we nog dat gat tussen wat we willen en wat we uiteindelijk doen, de intentie-gedragskloof. Dus ja, hoe ga je dat dan eigenlijk aanpakken? Nou, als je dus iets wil veranderen, dan moet je eigenlijk wel echt terug naar de basis. Hè? Dus van waarom doen we nou wat we doen? En dan kan je weer eens kijken van nou, wat waren nou de dingen die bij de bewuste route hoorden? En wat zijn er dingen die misschien in die onbewuste route zitten, die we kunnen gebruiken om gewenst gedrag te beïnvloeden of die in de weg kunnen zitten. En heel belangrijk is, wat willen we? En met deze we bedoel ik wel echt alle mensen waarvan je wil dat ze iets anders gaan doen. Want uiteindelijk, op het moment dat je bijvoorbeeld in je eigen organisatie, stel je wil op een bepaalde afdeling, wil je graag dat ze daar gericht aan een bepaalde verbetering gaan werken, dan zijn jullie daar samen een team in. En zij moeten dus ook iets willen. Nou, hoe ingewikkeld het is om gedrag te veranderen, laat ik heel even zien aan dit filmpje. Ik laat hem alleen heel kort even zien. En dit is een heel groot voorbeeld van hoe je het niet moet doen. Maar soms levert dat wel heel herkenbare situaties op. Als je wel eens een gesprek hebt gehad, bijvoorbeeld op een bepaalde afdeling, dat ze iets anders moeten gaan doen en ze gelijk in de weerstand schoten. Well, hey, Miss Clark. My name is Anne Online. Dr. Seal asked me to talk to you about your drinking. Oh, okay. Yeah, he said that you filled out the form and that you came to him for some medication for your stress, but he was really concerned about your alcohol consumption before he made any prescriptions for you. So let me see that form, please. Okay. Thanks. Yeah, well, it says here that you drink 4 more times a week and that you have 1 or 2 drinks and that you go over that limit on a fairly regular basis. That's too much. Too much. I mean, I imagine that he's already told you that he can't prescribe you anything unless you do something about this drinking. Okay, I'm really confused. He did want me to come and talk to you. I'm just not real thrilled with the way this is going. Well, I'm sure you're not, because anybody that drinks at these levels isn't going to be thrilled talking about the drinking with a professional. Ik zet hem hier even stop. Wat je hier dus ziet gebeuren is dat wat deze vrouw wil. Dit is een filmpje over een gesprekstechniek dat heet motiverende gespreksvoering. Hier doen ze het overigens niet goed. Deze vrouw wil iets. Ze wil een bepaalde medicatie. Deze man wil iets anders. Hij wil met haar praten over haar alcoholconsumptie. Zij zijn hier niet gelijk binnengekomen, want hij had een heel ander plan in zijn hoofd dan wat deze patiënt had. En wat je eigenlijk heel snel ziet gebeuren is dat zij in de weerstand schiet. Nou, de hele klassieke dingen die je hier ziet, is naar de armen gesloten, ze gaat een beetje wippen met die been, ze is een beetje geïrriteerd. En er is hier totaal geen gevoel van partnership. Zij willen niet hetzelfde. En wat we dus ook weten uit veel onderzoek, is dat op het moment dat mensen zelf iets niet willen, is de kans dat ze zich daar ook nog eens voor gaan inzetten, is het nog eens veel kleiner. Dus het moet echt iets zijn wat je zelf ook wil. Je hebt ook wel een stukje van die eigen motivatie nodig, zeker als het iets is wat je misschien nog een beetje moeite gaat kosten.
ik geef dit voorbeeld even, omdat op het moment dat je nou merkt dat je bezig bent met een interventie en dat het niet lekker loopt, dan kan het best wel zijn dat je eigenlijk gewoon niet op dezelfde golflengte met elkaar zit, dat je niet hetzelfde wil. En soms helpt het dan om heel eventjes met de ander in gesprek te gaan en even de perspectief van de ander aan te nemen. En te vragen van, zou je eens misschien kunnen vertellen, wat zou jij zelf graag willen? Hoe zou jij dit zelf graag willen zien? En vaak kun je daar meer verbinding in vinden. En in ieder geval leidt het tot betere resultaten dan als mensen in de weerstand dus schieten. Want het heeft er alles mee te maken met het feit dat mensen echt wel willen veranderen, maar niemand wil veranderd worden. Dus van buitenaf komen en tegen iemand zeggen, jij moet nu dit, dit en dit gaan doen. En of het nou gaat om dat ze hun handen vaker moeten desinfecteren, of dat het gaat om dat ze andere medicatie moeten slikken, of minder moeten snoepen, of minder moeten drinken. Dat werkt gewoon niet. Mensen willen wel graag geholpen worden om te veranderen. Zeker als er dingen zijn die ze zelf ook willen. Dus een stukje van die eigen motivatie, dat kan wel fijn zijn om dat ook te kweken. Nou, wat zijn nou dingen die je echt kunnen helpen? Dus bewustwording, dat helpt enorm. Soms zijn er van die echte momenten waarop mensen zich opeens realiseren dat iets er echt toe doet. Zeker als het persoonlijk binnenkomt. Verandering in je ervaren risico. Of dat je ziet dat het gedrag ook wel echt effect heeft. Als de omgeving heel erg verandert. Hè, bijvoorbeeld als ik nu kijk naar scholen. Bijvoorbeeld opeens is er wel voldoende zeep. Zijn er wel papieren handdoekjes. Dus de omgeving die stimuleert nu eigenlijk veel meer het gedrag dat kinderen ook gewoon hun handen wassen. Ook als ze gewoon naar de wc zijn geweest. Wat altijd wel een goed idee was. Op het moment dat mensen zelf het idee hebben van ik zou graag wel beter willen zijn of het beter willen doen. Hè? Dus dan ga je wel echt om die intrinsieke redenen. Soms kan het extrinsiek zijn. Je kan er een wedstrijd van maken. Dan willen we ook beter zijn. Want we willen winnen. Dat bijvoorbeeld spaarkaarten werken ook heel erg op dit concept. Hè? Wij willen heel graag dingen volmaken. Als je een spaarkaart hebt en er zitten 5 vakjes, geeft niks meer voldoening dan als je die 5e sticker hebt kunnen plakken en hij is vol. Want je hebt dan iets bereikt. Het gaat misschien nergens over, maar je hebt wel iets bereikt. Een nudge die je dan ook nog eens krijgt, is dat ze vaak die eerste sticker voor je erop plakken. Dus die heb je al. Dat is natuurlijk een heel raar concept, want hoe is dat anders? Maar je hebt al het gevoel van het eerste stapje heb ik al bereikt en nu wil ik graag alles bereiken. En dat is eigenlijk een soort heel klein wedstrijdelementje erin zetten in alleen maar zo'n spaarkaart vol krijgen. Wat de winkel natuurlijk doet, omdat je dan meer geld uitgeeft. Nou, dat gewenste gedrag, dat wil je ook graag, dat kun je dus ook koppelen aan zo'n positief ideaal. Het voorbeeldje wat ik gaf met die maskers is daar een voorbeeld van. En koppelen aan dingen als bijvoorbeeld een goed mens zijn. Dat zijn hele sterke prikkels. Die zijn veel sterker dan dingen die we gaan uitleggen en rationele afwegingen. Dat zijn echt de basis van nou ja, hoe we eigenlijk zijn opgevoed. Nou, ik hoop dat dit enigszins een leuk verhaal was, maar het is eigenlijk wel maar een verhaal. En ik kan me voorstellen dat je hier zelf misschien ook wel iets mee zou willen doen. En misschien is dit nu niet helemaal het juiste moment voor je. Of misschien denk je van nou, over een tijdje zouden we hier wel iets mee kunnen aanpakken. Of is er iets binnen je eigen instelling dat je denkt van nou, hier zouden we eigenlijk eens goed naar moeten kijken. En daar heb ik dus een, nou ja, als ik het huiswerk noem, dan is dat een negatieve lading. Als ik een take-home opdracht noem, dan voelt het opeens een stukje positiever. Maar daar is dus een opdracht bij. Ik zal er gelijk bij zeggen, het is ook gebaseerd op de ladder van Ben Tichelaar. Die kennen jullie vast. Ik vind ook dat hij kan heel helder uitleggen van, hoe je nou dingen aan zou kunnen pakken. Dus zeg maar de stappen van doel, gedrag en ondersteuning, die komen daaruit. Deze opdracht krijgen jullie toegestuurd. Ik zal hem heel even kort toelichten. En de vraag zou eigenlijk aan jullie zijn, voor de webinar die over een maand is, zou ik je willen uitdagen om eens binnen je eigen instelling eens na te denken van, nou, wat is iets wat je misschien met elkaar zou willen bereiken? Maak het niet te groot, maar wat is iets wat je zou willen bereiken? En ga dan eens met die mensen die daarover gaan nadenken en probeer deze vakjes in te vullen. En dan zal je zien dat je dan eigenlijk al een heel mooi concreet plan krijgt. Ik zal hem heel even toelichten. Het eerste wat je moet invullen is wat je doel is. Dus wat wil je bereiken en waarom? Dat waarom is heel belangrijk, want je zal soms wel merken dat we soms bepaalde doelen hebben, terwijl we eigenlijk niet goed weten waarom we dat nou willen doen. Of dat anderen die erbij betrokken zijn misschien niet goed weten waarom.
Het tweede punt is dat je bepaald gedrag wil van mensen. Dus wat moeten mensen nou echt gaan doen om die doel te bereiken? Dus daar moet je echt in concreet dingen die je zou kunnen zien gaan denken. En het derde is, je hebt dan dingen nodig, ondersteuning, om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld, misschien hebben mensen nog onvoldoende kennis. De sociale omgeving, die moet worden aangepakt. De fysieke omgeving, gewoon of er dingen zijn, of dat de omgeving anders wordt ingericht. Wie zijn de mensen die erbij betrokken zijn? En zijn die er allemaal al? Of moeten we daar nog iets aan doen? Hebben we nog mensen nodig? En het allerbelangrijkste is dat je mensen ook iets terug gaat geven. Ik noem dit eventjes. Als ik aan iemand nu de opdracht zou geven van begin aan een traject om gewicht te verliezen. Je moet vanaf vandaag gezonder gaan eten en je gaat proberen om minder calorieën in te nemen. Maar je mag je gedurende 3 maanden niet meten, wegen. Je mag niet gaan kijken of het goed gaat. Dat is ontzettend lastig en heel erg demotiverend. Want we willen graag een beetje iets terugzien. Van zijn we op de goede weg? Moeten we iets anders pakken? En net als die sticker die je dan af en toe krijgt van de supermarkt, geeft het je een boost. Yes, ik ben al aan bewegen. Of ik mis er nog maar eentje. Heel vaak slaan we dit over. Het mensen iets teruggeven. Dus we moeten daar echt over nadenken als je iets wil veranderen. Dit is zeg maar een soort piramide. Dit wil je invullen. En daarnaast helpt het om na te denken over wat zijn de dingen die je eigenlijk in je organisatie al hebt, die daar al heel erg bij helpen. Wat zijn de uitdagingen? En die uitdagingen, daar moet je echt iets mee. Dus ik noem het maar even met de wind mee. Sommige doelen, hele andere doelen, hebben jullie al eerder bereikt. Bedenk ook met elkaar, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want misschien helpt dat je in hoe je deze doel voor elkaar zou kunnen krijgen. Als het gaat om gedrag, wat voor gedrag zijn de mensen die iets moeten gaan veranderen? Waar zijn ze echt al heel erg goed in? En heel belangrijk, als je nou hebt bedacht wat dat gedrag moet worden, hoe het eruit moet komen te zien, het gewenste gedrag, ga het dan ook uittesten. Lukt het? Nou, dan is dat bemoedigend. En als het niet lukt, als het niet haalbaar is, dan moet je dat oplossen of je moet het gedrag aanpassen. Net als die slagboom die midden op die weg wordt gezet, waar dan niet wordt opgenomen. Het is gewoon ontzettend demotiverend als mensen eigenlijk worden aangespoord om iets te doen wat gewoon niet haalbaar is of niet werkbaar. Nou, een laatste blokje, de ondersteuning, dat je echt denkt van, nou, wat hebben we al? En er zijn natuurlijk dingen die je eigenlijk altijd tekort komt. Dus daar moet je ook echt over nadenken. Je kunt misschien nu niet alles oplossen, maar benoemen, dat is vaak al heel bemoedigend voor mensen als ze wel erkend worden dat bepaalde dingen er niet zijn die er misschien wel zouden moeten zijn. En dat je dan met elkaar kijkt, oké, hoe kunnen we dit nu misschien omzeilen als we nu niet alles voorhanden kunnen krijgen wat we nodig hebben. Dus de vraag is eigenlijk of jullie voor de volgende webinar eens na willen denken binnen je eigen organisatie. Dat je dit eigenlijk uitwerkt. Bovendien ga je uitwerken uiteindelijk wat je doel is. En wees daar, het helpt om dit allemaal in te vullen. En dan eens concreet te maken, wat is nou echt dat doel? Dus wat wil je nou echt bereiken? En ook in hoeveel tijd? Wat moeten mensen gaan doen? Hoe moet dat er concreet uit gaan zien? Dus SMART, dat het ook meetbaar is. En het doel van de volgende webinar is eigenlijk dat we dan vervolgens in groepjes met elkaar kunnen kijken. Hoe ziet dat eruit? En dat jullie dan nog wat feedback van ons kunnen krijgen. Hoe je dat misschien nog verder uit zou kunnen werken. En vooral ook van elkaar, want je kunt van elkaar ook heel erg veel leren. Dat was mijn hele verhaal. Ik realiseer me nu dat het iets langer heeft geduurd dan ik van tevoren tegen de organisatie heb gezegd. Dus dat, daar alvast mijn excuses voor. Maar als er nu nog vragen zijn, dan hoor ik dat heel graag. Dankjewel Vicky voor dit hele interessante en uitgebreide verhaal. Ik heb het idee dat het ook even moet indalen zeg maar, bij iedereen, want het is heel veel informatie. We hebben gemerkt dat er geen vragen via de chat zijn binnengekomen, maar die komen waarschijnlijk wel gaandeweg als mensen met het onderwerp aan de slag gaan. Dus ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor je mooie lezing en de manier waarop je dat met filmpjes ondersteund hebt en hele goede voorbeelden die iedereen tot verbeelding spreken.
Voor de deelnemers heb ik nog de mededeling dat de tweede webinar die start, die is op 8 oktober. Jullie wordt verzocht om met die opdracht van Vicky aan de slag te gaan. Wij zullen bij het toesturen van de opdracht via de mail ook een kleine instructie meesturen van wat precies de bedoeling is. Want het idee is dat jullie op 8 oktober in kleine groepjes uit elkaar gaan, breakout sessies. En wij moeten dan die groepjes een beetje indelen. Dus als jullie dan van tevoren iets aan ons toesturen, dan kunnen we daarnaar kijken. Maar in de mail krijgen jullie uitleg wat de bedoeling is. En dan zien we elkaar weer op 8 oktober. Wij gaan van tevoren eventjes oefenen hoe dat allemaal werkt, want voor ons is het vrij nieuw. Ik weet niet of er iemand anders nog een opmerking heeft of een aanvulling. Alles. Ik zou eigenlijk alleen voor die opdracht willen aanvullen. Als het ingewikkeld is of als je vragen hebt, laat het vooral even weten. Want dat ligt dan niet aan jou, maar dat ligt dan aan de opdracht. En weet je, uiteindelijk het is bedoeld als een hulpmiddel. Dus als je bij een bepaald vakje denkt, hier kom ik gewoon niet uit. Laat dat in ieder geval niet in de weg zitten. En ga vooral focussen op de dingen waarvan je denkt, ja, hier kunnen we wel met elkaar iets over invullen. Want dan kunnen we op 8 oktober daar gewoon verder gaan met elkaar. Manon die zit te wijzen naar de chat, maar dat is zo klein dat ik dat zelfs met bril vanaf hier niet kan lezen. Dus misschien moet iemand anders even bijspelen. Volgens mij zie ik het zelf nu ook. Kan je de vraag zien, Vicky? Even kijken, ja, dus van Greet is dat? Ja. Dus ik denk dat we met elkaar voorbeelden kunnen verzamelen die we met elkaar kunnen delen. Dus dat kan, dat is denk ik een heel goed idee. Hè? Dus bijvoorbeeld die dingen die al goed gaan, of de dingen waar het lastig is, of plannen die je hebt. Neem het vooral gewoon mee, want dat kunnen we inderdaad goed met elkaar delen. En dan kun je goed weer dingen uithalen die voor anderen dan ook weer bruikbaar zijn. Ja, oké, hele goede aanvulling. Oké, nou, het is ook volgens mij 11 uur, bijna 11 uur. Zijn er nog nabranders? Ik zie trouwens wel dat Greet heeft volgens mij haar hand opgestoken. Nou, ik ben volgens mij niet de baas hier, dus ik weet niet of ik daar iets mee kan. Maar dat kan iemand anders, denk ik wel. We gaan even kijken of het te regelen is. Maar in principe was het niet bedoeld dat mensen... Oh, jawel. Greet is er nog wel? Ja, ik ben er. Ja? Niet, maar we horen je wel. Ik kan mezelf ook laten zien, hoor. Hallo! excuses, ik kom pas wat later inloggen. Maar ik heb dus het verhaal van Vicky voor een deel gehoord. En wat mij zelf opviel, was die voorbeelden die jij geeft met het sticker en het nutje. Want nutje is voor jou, gesneden koek. Maar voor ons is dat best moeilijk. En ik moet ook altijd aan mezelf weer vragen, wat is dat nou precies? En hoe pas ik dat dan toe in wat het werk wat wij doen in de zorg? Hè? Dus in dit geval handhygiëne proberen te laten toenemen. En die voorbeelden met die stickers, dat is dan denk ik, oh ja, dan begrijp ik het weer. Maar ik zou eigenlijk ook voorbeelden met handhygiëne willen hebben. Dus dat bedoelde ik met mijn vraag in die chat. Dat iedereen eens zou zeggen van ja, wacht even, ik denk dat wat we toen deden of ondervonden, dat was nutje. En dat was wat werkte. Maar daar mag jij dan weer je oordeel over doen. Dus daar was mijn oproep van laten we anders kijken van of we situaties hebben gehad waarin we bepaalde dingen deden of tegenkwamen. Waarvan we zeggen van nou, dat was nou niet echt precies zo bedoeld, maar het werkte wel. En dat we dat dan wel actief zouden kunnen wegzetten. Precies zoals jij dat vertelde. Maar dat we dat meer naar de handhygiëne trekken. Ja, dat is een hele goede aanvulling, zeker. Ja. Dat is eigenlijk dus ook een oproep aan iedereen die luistert. Om te denken van, ja, wanneer ging het nou omhoog en waarom was dat dan? En dan mag jij dan weer je licht over laten schijnen. Want dan, daar ben ik dan ook niet goed in. Maar mooi verhaal. En ik ga de webinar nog even terugkijken, want ik heb gehoord dat ik dat kan. Dus het begin ga ik nog alsnog doen. Okay. Ja, ik denk dat dit een goed moment is om af te sluiten. Iedereen heeft ook weer andere aanvullende afspraken. Nou, Vicky, nogmaals bedankt. Greet ook bedankt voor de verdere toelichting. Iedereen van de voorbereiding bedankt. Jullie krijgen van ons mail. Jullie krijgen ook een link naar de opname van deze webinar. En dan zien we elkaar weer op 8 oktober. Dank jullie wel. Fijne dag verder. Ja.
Thank you.